Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Hoe lang is het nou geleden dat ik hier was? Een maand of vier? Afgelopen zomer. We liepen nog in onze korte broeken, kan ik me herinneren. Ja, dus dat is echt alweer een half jaar geleden. Maar nu eind april willen jullie open. Ja. En gaan jullie dat redden? Liggen jullie op schema? Momenteel wel. Dus we gaan er alles aan doen om eind april te halen inderdaad. Ja. Ja, we konden niet wachten om van start te komen. Nou ja, nee, dat geloof ik. Het is uiteindelijk bijna een jaar dat je moet overbruggen van beginpunt naar hier natuurlijk. En dit vind ik ook bijzonder, want de jekkers hoor je nog overal. Er lopen man of 40 te verbouwen en te timmeren en weet ik het wel. Maar jullie hebben hier toch een soort opstelling als in een hotel. De green room zie ik. De green room. Ja, vertel. Dan voor jou, beginpunt met zoethout. Zoethoutflavor. Ja, maar is dit ook alvast een soort voorproefje van wat jullie gaan doen in de keuken? En, Ja, zeker. Absoluut. Ik heb wat een dadeltaart met kokos gebakken. Wat verse thee. Dat is wat gedroogde kruiden. En een lekker vers sapje. Ja, nou, dat is allemaal heel gezond. Ja. Dat is wel een goede resultaat weer, hoor. Jekker. Nee, maar dat ziet er hartstikke leuk uit. Werkzaam bij onze huidige werkgever. Oh, nog steeds? Ja, klopt. Dus we gaan eind maart gaan we daar stoppen en dan stoppen we er vol in. Zetten. Ja. Een tijdje terug kwam ook voorbij dat het pand van waar Don Risicobeheer zat op de hoek van de Stationstraat en de Kousteense Dijk, moet ik zeggen. Daar hebben jullie ook iets mee te maken. Dat had ik al eens horen waaien, maar toen was dat nog wat onduidelijk. Maar nu is er meer duidelijkheid, begreep ik. Ja, absoluut. We mogen blij nieuws vertellen dat omgeturnd wordt tot 16 luxe appartementen. Wat gekoppeld kan worden aan het City Hotel. Met een eigen ontbijtzaal en dat. Dat is heel interessant. Dat pand heb ik vorig jaar eens bezocht en dat is buitengewoon mooi. Ja, het is een voorbespreking geweest met de gemeente en die staan er positief tegenover. Dus, nou, dat is heel goed. Ja. Daar heeft dat ook weer gelijk een mooie bestemming. Dat is een leuk nieuwtje. Ja. En kunnen jullie hier in het gebouw ook nog dingetjes laten zien of vertellen? Nou, dan loop ik graag met jullie mee. Ja, en dan, okay. Wat komt hier? Worden dit gewoon kamers? Of, Ja, de cityhofs komen hier. Oké. Okay. Want hoeveel kamers was het nou in totaal? 54? 53. Ja. Waren dit allemaal kleine ruimtes of was het... Eén grote. Eén grote, ja precies. Ja. Want ik zie nu echt van die tussenmuren. Echt als een hier eigenlijk een appartement. Oh, dat is toch hartstikke diep zeg. Ja, absoluut. We hebben daar het dak van, wat is dat nou? Dat is het winkelcentrum natuurlijk, met de parkeergarage. Nee? Ja. En dit hier is Kessel, dat zwarte, of niet? Ja. Je ziet er knap uit vandaag, man. Ja. En liggen jullie ook een beetje op het schema? Tevreden? Dat hout, dat is allemaal nieuw. Dat was er niet. Het plafond gaan we ook helemaal met hout opnemen. Oh ja? Ja. En dat komt hier net onder? Ja, en dat komt hier gelijk tegenaan. Ja. Er zijn heel veel van die ramen die echt tot aan de vloer gaan, hè? Die komen Franse balkonnetjes voor. Ja. Ja. Hey, wat jullie net ook verklapten, zo terloops, maar jullie werken ook nog samen met Marijn Kleivoud. Ja, klopt. Ja. Wat gaat die doen voor jullie dan? Een stukje decoratie, aankleding. En hopelijk wat kunst. En dan moeten we denken aan zijn fotografies, want hij maakt natuurlijk de verschillende dingen. Of prins op hout. Ja, ja mooi. Ja, nou, ja. Daar is hij wel sterk mee met hout en dat soort dingen. Dus interessant. Ja, dit wordt gewoon ook een raam met Frans deurplafondsysteem. Maar het mooie aan deze kamer is, we krijgen een serre tussen de twee gebouwen. En de serre zal zo hoog 9 meter hoog komen. Tot aan net onder het dakgoot van de politie. En wat moet ik me voorstellen, bij de serre kan je daar dan inlopen ofzo? Of, Nee, je hebt gewoon vrij uitzicht wel in de serre, waar dan de mensen zitten, de gasten zitten te ontbijten. En, oké, want dat komt hier, ik ben al voorzichtig met rijtjes, ik heb ook geen zin in kukkel, hè.
En je kan, zodra er wat gebeurt in Middelburg, dan weet je het ook. Als alles hier keihard wegrijdt. En dus hier komt die serre, hier tussen. Ja, klopt. En dit is ook de aparte ingang voor de Green Room. Dus hier willen we ook vooral de locals... Dus voor het restaurant, maar die komt dan op gelijkvloers? Of ga je er dan van onderin? Of komt er nog een soort... Nee, je komt hier wel. Hier gaat een trap omhoog, zeg maar. Dan is het eigenlijk op dezelfde hoogte als de rest van de horeca. Ja, 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 ja. Ja. En wordt zo'n 9 meter hoog en biedt ongeveer zitruimte voor 16 personen. De ingang blijft de ingang, toch? Ja, de hoofdingang wordt het hotel. Hiernaast komen de vergaderaars, dus is het eigenlijk de bedoeling dat de gasten hier lekker een koffie, een thee kunnen pakken. Een beetje loungen. Ja, en er staan dan ook wel wat boeken in voor de... Hè? Zeker, inkijk-exemplaren, ja. En, dat is heel goed. Iets voeren van de gesprekken. Hoeveel vergaderzalen komen er dan? 4. Oké. Okay. De keuken en het restaurant, dat is ook gewoon voor iedereen geopend. Je hoeft niet speciaal een hotelgasten zijn om dat te kunnen bezoeken. Met een aparte ingang. Maar komt er ook nog zoiets als een bar waar mensen zo kunnen komen? Of is dat dan weer niet de bedoeling? Ja, zeker. Er komt een bar eigenlijk, die loopt door de horeca in. Dus we hebben een lounge. Gasten gewoon lekker terecht voor een hapje en een drankje. Daar begint de bar ook en die loopt eigenlijk zo door de woonkamer in en de keuken van de ja. Als ik hier wat heb gegeten, dan ga ik ook nog best een drankje doen aan de bar van het hotel. Ja, oh, leuk. Dus er komen een paar banken te staan. Ah, ja, hartelijk super. Welkom. Nou, super. Of voor de maaltijd juist. Oké. Okay. Ja. Nou, heel goed om te weten, dankjewel. Dit moet echt een mooi aangeklede binnentuin worden. Oh ja. Ook eentje waar je in kan zitten en... Voor de vergaderzalen, dan kunnen ze hier gewoon in de lente zo lekker buiten. Dat vind ik nu echt wel moeilijk voor te stellen, als je dat zo allemaal ziet liggen nog eens. En nu heb ik, ik heb al heel veel kamers gezien nu en ik ga steeds meer beseffen hoe groot dit eigenlijk is, dit project. En dan vraag ik me ook af, hoe zijn jullie met medewerkers? Want in zo'n groot hotel heb je ook veel medewerkers nodig, denk ik. Ja, absoluut. We zijn een paar weken geleden begonnen eigenlijk met actief werven. We hebben al een aantal hele leuke collega's gevonden, dus dat valt echt niet tegen. Okay. Ondanks dat het moeilijk is om aan goed personeel te komen in de horeca, maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat kan. Maar zijn er nog functies vakant, zeggen dat je nog op zoek bent? Ja, we zoeken nog een zelfstandig werk te komen. Dus, en dat is dan om jou te assisteren? Ja. Een soort sous-chef eigenlijk? Nee, gewoon bijstaan collega. Hier komt, hier start de lounge en hier stap je het restaurant. Ja, de keuken. En dat gaat over, oh, daar zit nu een wand tussen, of niet? Ja, er zitten hotelkamers achterin. Ah, oké. Okay. Dus hoeveel zitplaatsen krijgt het restaurant uiteindelijk? Plus minus 90 zitplaatsen. Zo, dat is ook nog veel. Ja. Ja, je hebt natuurlijk 53 kamers. Als die allemaal met 2 personen bezet zijn, dan moet je ook allemaal een plekje hebben voor het ontbijt. Dus, ja, dat sowieso. Duurzaamheid zit hem vooral in de materialen die we gebruiken, de isolatie, de installaties. Het wordt allemaal zo groen mogelijk, zo min mogelijk CO2 uitstoot. En daarbij gaan we ook zelf onze energie zoveel mogelijk proberen op te wekken met zonnepanelen. En alle warmte wat we gaan opwekken in de keuken, dat gaan we opvangen en hergebruiken. Oh, dat klinkt allemaal wel heel goed. Ja. Nou, dank jullie wel voor de rondleiding en tot zeer binnenkort. En bedankt voor het ontbijtje.